Ja, Julius van den Berg, van harte gefeliciteerd. Dit is een mooie om op je erelijst te hebben. Ja, zeker. Het was een mooie ronde. Het was mooi weer. Mooie dag. Ja, daar gaan dan 6 man weg. Wat dachten jullie daarover? Want jullie namen wel meteen die controle. Ja, kijk, we baalden natuurlijk dat we er een beetje, dat we er niet helemaal bij zaten. Maar ja, het kan gebeuren dat je niet altijd bij zit. En toen hebben Minne van Boom en Peter Lendering, die hebben gelijk op kop gaan rijden. En die hebben eigenlijk de hele dag super gereden. En zonder hun komt die kopgroep in principe nooit terug. En dus eigenlijk, als je het achteraf kijkt, bleek het uiteindelijk geen probleem. En dan komt er een nieuwe kopgroep, daar was jij een van de aanstichters van. Ja, ik dacht, we moeten gewoon de finale vroeg beginnen. Omdat ik denk dat in ons voordeel is dat we gewoon sterk zijn. En dat als het een heel makkelijke wedstrijd is, komen we minder naar voren dan wanneer het een zwaardewedstrijd is. Dus ik dacht, we moeten vroeg beginnen. En ik begon eraan en het was gelijk een mooie groep. Wat was dit voor wedstrijd? Een makkelijke of juist zware? Het was niet extreem zwaar, want er zaten geen heuvels in of kasseien. Dus het was goed te doen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je altijd van voren zit met dit soort wedstrijden en altijd meekoerst. En je kan hem heel makkelijk verliezen, zeg maar. En je doet ook weer een mooie stap in het jongerenklassement, maar ook in het echte klassement. Ja, zeker. Kees en ik staan nu allebei goed. En het is natuurlijk super mooi om ook aan zo'n klassement om daar ook goed in te staan. Dus dat is fijn.